Na deze enerverende pot voetbal tussen DVS 33 en Barendrecht. Een analyse van Adrie Poldervaart. Adrie, goed dat je er bent. En Roland ten Berge, de trainer van DVS 33. We hebben een eerste helft gezien die ik zou typeren als gelijk opgaand. Ben je dat met mij eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik van onze kant vond ik het heel erg slordig. En ik denk dat DVS dat ook heeft. Want ik was bevreesd door het spel van DVS. Qua het voetbal wat ze kunnen spelen. Nou, dat kunnen wij op sommige momenten kunnen we dat zeker ook. Dat hebben we vorige week tegen Rijnsburg veel meer laten zien dan in de eerste helft hier, ja. En in de eerste helft, daar kan je het mee eens zijn, denk ik. En 1-1 is ook, denk ik, wel een terechte ruststand. Of had je eigenlijk wat beter willen zien? Nee, ik denk wat Adrie zegt is terecht. Ik heb ook hun wedstrijd gezien van vorige week even in samenvatting. En daar zag ik ook inderdaad dat hun ook heel gevaarlijk door de midden als een aantal keren aan het combineren waren. Dus ook voor ons gold dat wij eigenlijk ook de assen goed dicht moesten hebben. Het verdedigend goed voor elkaar moesten hebben. En ik denk dat we de eerste helft aan beide kanten, dat het wel aardig compact was. En dat het toch wel lastig was om kansen te creëren. En ik denk dat 1-1 met rust wel terecht was. En dan krijg je een fase in de tweede helft. Ik denk zo'n beetje na een minuut of 10. Waarin individuele kwaliteiten van sommige spelers toch wel even de doorslag gingen geven. Tenminste in mijn ogen. Een Son Mes. Ja, dat absoluut. Je hebt altijd individuele kwaliteiten nodig. Die kunnen nooit beter zijn dan het gehele team. We hebben in de rust erover gehad. Ik heb mijn spelers laten praten. Ze vonden het erg slordig. Een van mijn meest bepalende spelers, Joey Jongman, was in de eerste helft niet zo bepalend zoals hij anders kan zijn. En dat had niet zoveel te maken met Arends. Want hij kwam gewoon te weinig aan de bal en hij deed daar te weinig. En ja, hij irriteerde zich aan het feit dat wij veel te snel de lange bal hanteren. En dat was ook mede door de druk. En dat kwam ook doordat ik zelf mijn linkspoot aan de rechterkant had gezet, Van Dijk. En mijn rechtspoot aan de linkerkant, Van Delen. Want ik wou Van Dijk op de ruiter zetten en Van Delen op Akla. Dat heb ik in de rust omgedraaid, dat ze gewoon in de zone zijn gaan spelen, omdat Akla en de ruiter toch steeds van positie wisselden. Dat was voor onze opbouw iets beter. En dan krijg je een individuele actie. En we hebben het in de rust erover gehad. Pazoski moet een keer bij de tweede paal komen. Die kop hem dan binnen. Nou, dat was een prachtige actie van Son Mes. Die maakte het verschil. Daarna krijgt DVS gewoon een mogelijkheid. En zeker een hele grote kans waarbij onze keeper ons redt. Want anders wordt het 2-2. Cruciaal momentje. Dat is een cruciaal moment. En dan draait de wedstrijd. Dan liggen ruimte met een lopende Navajas Sanchez. Die maken hem netjes af. De 1-3. Toen had ik het idee dat er wat geloof wegzakte bij DVS. Ondanks dat blijven ze wel gewoon altijd voetballen. En dat is ook terecht, want dat is het enige waar je invloed op hebt. Ja, goed, en toen werd het 1-4. Ja, en toen was het eigenlijk wel gespeeld. Ja, dan is de wedstrijd inderdaad gespeeld. Klopt, hè? Cruciaal moment, die kans van Yassin Koert. Prachtige combinatie. We hebben meerdere mooie combinaties gezien, maar ja, het leverde dus net niet de aansluittreffer op. Nou, maar ik denk dat we missen nog één moment. En dat was het moment dat het een 3-3 situatie was. Waarbij Maurice aan de bal was en daarbij Kai aan de linkerkant stond en Ali aan de rechterkant. Gingen we richting hun goal en die paas van Maurice op Ali, die kwam die bal aan van Ali net niet helemaal lekker uit, waardoor hij net wat verder naar buiten ging. En zijn voorzet, ja, dat was eigenlijk geen voorzet en ook geen schot. En eigenlijk die bal die pikte hun op en daar kwam dus die 2-1 uit. En dat was eigenlijk de mogelijkheid voor ons. Ja, dat voor de wedstrijd over van geloof je in vorm van de dag. Toen gaf ik al aan van ja, er zijn belangrijke momenten waarop je kunt scoren. Nou, dat was zo'n moment. Dan komen hun 2-1 voor en dan krijgen wij inderdaad nog een moment met Yassin. Waarin je nog 2-2 kunt maken. Dat lukt dan niet en maken hun 3-1 en dan wordt het gewoon heel moeilijk nog. Wel wat dingen geprobeerd nog, vond dat er in de as ook veel ruimte lag op een gegeven moment. Omdat hun gewoon verdedigend gingen hun echt allemaal mee. Dus als Roald opkwam gingen hun buitenspelers ook mee om mee te verdedigen. En daardoor kwam in de as heel vaak ruimte. En daardoor kozen ze nog voor om Basiel en Joran wat in te laten schuiven. Maar goed, al met al hebben we daar ook nog te weinig kansen weer uit gecreëerd. En dat had ook gewoon te maken met dat tegenstander gewoon goed stond. En zeker ook heel gevaarlijk was in de omschakeling. Ja, en toch wel slim gespeeld van Barendrecht. En uiteindelijk wel een verdiende overwinning, denk ik. Ja, kijk, al met al denk ik dat het zeker verdiend is. En dit is gewoon een hartstikke goede ploeg. Een ploeg met een goed plan, net als wij, denk ik. Waar een gedachte achter zit. En dat vind ik ook leuk om te zien. En in dit geval waren hun de sterkste vandaag. En over twee wedstrijden zijn de cijfers wel al aardig duidelijk. En helaas, we gaan weer verder.
Jullie hebben laten zien, Adrie, dat je toch aspiraties richting de tweede divisie hier heel duidelijk hebt laten zien. Ik vind het te kort en te makkelijk geconcludeerd. Wij hebben in de laatste 7 wedstrijden, nu dan 8. In de laatste 8 wedstrijden hebben wij 3 keer gewonnen, dus 9 punten. En 5 keer verloren. In de eerste 10 wedstrijden verloren wij maar 1 keer. DVS heeft volgens mij uit de laatste 8 wedstrijden 14 punten gehaald. Wil je iets bereiken, dan zou je ietsje stabieler moeten worden. En dan mag je niet 2-1 voorstaan tegen Lisse in de 1-1 en dat weggeven. Bij Maassluis, bij de betere ploeg, moet je eigenlijk zorgen dat je daar wint. De kansen die je krijgt. Ik weet ook wel dat er nu 9 voor zijn en 3 tegen. Maar ik geloof op 30 wedstrijden dat een concept en een manier van spelen, zoals Roeland zegt, waarin heel veel overeenkomsten zitten, dat uiteindelijk het beste recept is voor een heel seizoen. Wedstrijden die gewonnen worden op incidenteel succes en dat mensen daar conclusies aan verbinden, daar gaan mensen meestal fout. Want er kwamen mensen van DVS, wat trouwens netjes was, na afloop geven ze hun hand. En die zeiden van wij winnen van Rijnsburgse Boys en Rijnsburgse Boys wint van jullie en wij verliezen van jullie. Ik zeg maar dan houdt daar ook wel de wetenschap op. Ja, precies. Dat is het gekke verhaal van voetbal. Ja, dat is inderdaad. Probeer niet als... het is zo. Maar ik denk dat vorm van de dag en wat je zei, individuele kwaliteiten. Dat vandaag eventjes net... en een paar momenten. Ja. Zoals Roeland er net aangaf. En dan zijn wij in dit geval dan net even de gelukkige daarin. Okay. Volgende week tegen Spakenburg, hè? Ja. Lekker. Ja, die zijn makkelijk. Die zijn dus allemaal... daar hebben we thuis nog wat goed te maken. Wij hebben uit... alles was voorradig. We stonden bovenaan, 6-12, na juli. En toen speelden we daar, was een scheidwedstrijd. Ja. Toen hebben wij spelers... wij hebben het gewoon niet goed gedaan. En dat was slordig, ook tegen 2 spitsen. Ik hoop dat we het nu beter... dat we beter voor repliek kunnen dienen. Zo is dat. Maak er volgende week een lekkere pot van. He? Op zo'n Rotterdams. Ik wil niet geassocieerd worden met Rotterdam. Ik werk wel, maar ik begrijp wat je bedoelt. ik geef je al een hand, maar volgende week tegen? Wij gaan uit naar Katwijk, ook een makkie, net als Adrie. Ja. Dat is ook zo lekker. Nou, in ieder geval heel veel succes. Bedankt. En ik moet je ook nog even voor de camera van harte feliciteren met deze duidelijke 4-1 overwinning. En heel veel succes. Bedankt voor de aandacht. Verdere succes competitie. Oké. Okay. Okay. Jij ook. Bedankt, Roeland. Oké. Okay. Het makkelijkste is om een analyse te doen met een speler die heerlijk in de winning moet zit en heeft gewonnen. Maar dat is in dit geval niet zo, maar het pleit voor je dat je hier als aanvoerder toch staat, als een kerel. Eerste helft leek het er nog wel op, hè Edmond? Ja, absoluut. Ze kwamen dan met 1-0 voor. Ja, cruciale goal. Maakte terecht gelijkspel. En toen dacht ik, kunnen we pakken vandaag. Ja, ik dacht inderdaad, in de tweede helft. Hun verdediging is niet echt het sterkste gedeelte van de ploeg. Maar ja, het sterkste gedeelte van Barendrecht zit voorin. En die maakte wel het verschil, Edmond, hè? Ja, zeker in de tweede helft, ja. Want net wat ik zeg, in de rust zei ik ook tegen die jongens, zeg, deze kunnen we pakken. Maar ja, op een gegeven moment in de tweede helft draaide het of zo een of andere manier niet meer. Ja, dan is het zuur. Maar waarom draait het dan niet in jouw ogen? Ja, geen idee. Foute inspeelbasis. Ik weet het niet. Toch ook behoorlijk druk uitoefenen op het middenveld van Barendrecht. Waardoor ze toch opeens in balbezit kwamen. En met 4-5 man tegen jullie met z'n 3 of 4. En dan zijn ze zo leep als maar kan. Hè? Ja, het is gewoon Barendrecht. Het is gewoon een hele goede ploeg. En laat me vooropstellen. Dus... waar ze staan is wel iets te laag, maar ja, vandaag had ik wel het gevoel dat we zeker wel een punt konden pakken. De omschakeling wat je eigenlijk naar vroeg, ja, dat is, daar zijn ze cruciaal en misschien wel dodelijk in. Schieten van de tweede lijn, ja, al met al op basis van de tweede helft heeft Barendrecht zeker terecht gewonnen. Ja. Ja, het gekke is dat je in het veld heb je het idee van deze ploeg moet toch te pakken zijn, net zoals je kenschetst. Maar ja, toch slimme bliksems. Nou, en door de persoonlijke fouten van ons weer, ja, hebben we deze wedstrijd verloren. Heel simpel. Okay. En terecht, hè? En terecht, ja. Okay.
Volgende week tegen Katwijk gaan we ons herstellen, Edmund. Ja, absoluut. Ja, zeker, gaan we absoluut doen. Gaan we doen. Goed weekend, ondanks dat. Bedankt.